Axel van de Stribiep. Van de Stribiep. Van de Stribiep. We gaan er weer voor een gezellig babbeltje over stripverhalen. En dat doen we zoals gebruikelijk met Axel de Puits. Dag Axel. Dag Paul. Vandaag gaan we toch een beetje verder op onze aardbol. We blijven niet in België. Vertel eens, waar gaan we naartoe? Vandaag reizen we naar Cuba. En dat kan interessant worden met de oude auto's en met de sigaren uiteraard. Wel, we beginnen meteen bij de sigaren, met name bij Flor de Luna. Dat is een stripreeks over een van de beste sigaren en de sigarenhandel ter wereld. En de reeks begint aan het begin van de 19e eeuw en we bevinden ons op een slavenschip op weg naar Cuba. En het lot van twee vrouwen, een rijke Spaanse edelvrouw en een slavin, wordt met elkaar verbonden tot zij aanmeren in Cuba, het eiland op dat moment dat niet van mensen houdt. En dan reizen we door naar het feit waarvoor Cuba bekend staat in de 20e eeuw, namelijk die Cubaanse revolutie. De stripreeks heette Hasta la Victoria. En we bevinden ons in Cuba, dat op dat moment geleid wordt door dictator Batista. Het is echt de speeltuin van de Verenigde Staten. Je hebt er casino's, nachtclubs, er zijn de sigaren en de drank. Het eiland is in de greep van de Amerikaanse maffia, terwijl de eigen bevolking in miserie levert en verarmt. En de hoofdrol wordt gespeeld door Nero Macanti. Hij is de tweede kapitein van een schip dat aanmeert. En tegen zijn wil wordt hij betrokken bij die revolutie. Ik heb ook Castro meegebracht. Dat is een strip over El Máximo Líder, de leider van die revolutie. En afhankelijk van wie het vraagt, maakte hij met die revolutie van Cuba een paradijs of de hel op aarde. En door zijn ogen volgen we de invasie van de Varkensbaai, de rakettencrisis en al die andere gebeurtenissen die van de Koude Oorlog in de jaren 60 bijna een warm conflict maakten. Het is een biografie, maar zeker geen hagiografie. Het is eigenlijk een genuanceerd portret via de pen van Reinhard Kleist. En het is een meesterlijke zwart-wit strip. En als laatste heb ik mijn kameraad Che Guevara meegebracht. Dat gaat over die andere, meest charismatische held van de Cubaanse revolutie. Wiens portret op ontelbare t-shirts, posters en zo meer terechtkomt. Het is geen conventioneel portret. We volgen 6 maanden in het leven van Che Guevara in 1965. Op het moment dat hij in Congo is om daar de mislukte revolutie te ontketenen. En we zien heel die tocht door de ogen van kameraad Jérôme. Dat is de gids van Che Guevara in Congo. En die hele reis die wordt ook gespiegeld in de reis die de makers van deze strip, namelijk Hilde Balen, een journaliste, en tekenaar Jeroen Janssens, gemaakt hebben om een zee Jérôme Sebassoni, kameraad Jérôme, op te sporen en terug te vinden. En die hele strip baat in die prachtige kleurenpracht, waarvoor Jeroen Janssen onder andere ook via Doel of Guarada bekend is in zijn stripverhalen. Stripverhalen, je kunt er ook wat uit leren natuurlijk. Dat is weer duidelijk vandaag. En vroeger onderkende men dat. Dat was wel spijtig, maar gelukkig heeft men dat beseft, dat je daaruit kunt leren. Axel, weer bedankt voor de mooie verhalen vandaag. Het was zeer interessant wat je vandaag vertelde over Cuba. Graag gedaan, Paul. Tot volgende week. Tot volgende week. Dat was Axel van de Stribiep. De Stribiep, uw meester, vind je aan de Brusselse Steenweg 44.